Mocht ik zeker zijn van een goede sociale zekerheid als zelfstandige, zou dat heel veel druk van mijn schouders wegnemen, want ik weet, als ik ziek word, dat er goed voor mij wordt gezorgd, omdat er een vangnet is. Ook naar pensioenen toe, dan weet ik dat ik me daar geen zorgen moet rondmaken. Dan zou ik eigenlijk al jaren geleden de stap hebben gezet. Ik ben Mieke. Na een carrière van 19 jaar heb ik beslist om te starten als zelfstandige. Ik ben ook alleenstaande mama. Momenteel is de prioriteit wel mijn gezin. Je staat voor alles alleen en dat kan je, terwijl je eigenlijk ook wel je sociale bijdragen betaalt op een andere manier, maar je betaalt ze ook. Net zoals bij de pensioenen. Als je 42 jaar hebt gewerkt, dan vind ik dat je moet het recht krijgen op een volwaardig pensioen. Dat sociaal vangnet is er eigenlijk nog onvoldoende, waardoor ik heel bang ben om de stap te zetten. Maar de drive is zodanig groot dat ik zeg van nu moet ik de sprong wagen. Dus nu spring ik.